إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد beste broeders en zusters, het onderwerp wat wij vandaag zullen behandelen, dat is een onderwerp waar een moslim geen genoeg van kan krijgen. Een onderwerp waar een moslim of een moslima geen genoeg van kan krijgen. Wie kan mij vertellen wat voor onderwerp dat zal zijn? Nou. Al-Qur'an, ook daar kan een moslim geen genoeg van krijgen. Nou. Het tawhid, ook daar kan een moslim geen genoeg van krijgen. Liefde, ook daar kan een moslim, als het om liefde omwille van Allah azza wa jalla gaat, kan een moslim daar geen genoeg van krijgen. Kennis, ook daar kan een moslim. Zo zie je maar weer, mashallah, hoeveel zaken er zijn waar een moslim geen genoeg van kan krijgen. En Jannah, het paradijs. Dat is het onderwerp waar een moslim, al wordt hij daar dagelijks aan herinnerd, hij zal daar alleen maar nog meer naar smachten, nog meer naar verlangen, nog meer zijn best voor doen om daarin terecht te komen. Dus het paradijs, dat is het onderwerp waar een moslim geen genoeg van kan krijgen. Het kan zijn dat iemand misschien een hele nacht heeft gebeden. En wanneer je tegen hem zegt van bid nog twee rakaat, dan kan hij zeggen ik ben uitgeput. Het kan zijn dat iemand zoveel aan sadaqaat heeft gegeven. En op een gegeven moment is het geld op en dan zeg je er is iemand die geld nodig heeft, dan kan hij zeggen dit was het. Maar het paradijs, daar kan een moslim geen genoeg van krijgen. Want het paradijs, dat is niet iets simpels. Dat is iets waar elke moslim naar verlangt. Dit is een onderwerp. Subhanallah, de sahaba die vertellen daarover dat als zij bij de profeet sallallahu alayhi wa sallam waren, hij daarover begon alsof zij het paradijs konden zien. Moet je je voorstellen, subhanallah, hoe je met je geloof zou omgaan als iemand jou het paradijs of de beschrijving daarvan geeft, totdat jij het gevoel hebt dat jij het paradijs kunt zien met je eigen oog. Natuurlijk kunnen wij de profeet sallallahu alayhi wa sallam daar nooit in nadoen. Maar het is in ieder geval wel belangrijk dat we elkaar vaak herinneren aan dit onderwerp. En daarom zullen wij inshallah, of is het onderwerp van deze lezing, een glimp van het paradijs. Een glimp. Iets. Misschien komen we niet eens 1% in de buurt, maar een glimp. Alleen maar om een beetje een beeld te hebben van wat zich in het paradijs bevindt. In een authentieke overlevering die in Sahih al-Bukhari wa Muslim staat, begon, of zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, hij begon deze hadith met een ayah en hij zei daarin over het paradijs, dus even een beeld scheppen van het paradijs. Hij zei qala Allahu azza wa jal a'dadtu li'ibadi s-salihin ma la 'aynun ra'at ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. De profeet sallallahu alayhi wa sallam levert over van Allah subhanahu wa ta'ala dat hij heeft gezegd, dus een hadith Qudsi, dat Allah azza wa jalla heeft gezegd: ik heb voor mijn vrome dienaren a'dadtu li'ibadi s-salihin het volgende klaargemaakt wat een oog nog nooit gezien heeft. Wat een oog nog nooit gezien heeft, moet je je voorstellen.
wat wij allemaal hebben gezien, of dat nou op tv is, of op straat is, of wat dan ook, aan dingen die wij mooi vonden. Of dat nou auto's waren, of juwelen waren, of kastelen waren, of fina's waren. Hij zegt, hij heeft voor de dienaar, of voor zijn oprechte dienaren klaargemaakt, wat een oog nog nooit gezien heeft. Hij zegt, wala udhunun sami'at. En wat een oor nog nooit gehoord heeft. Moet je je voorstellen wat wij allemaal hebben gehoord in het dunya. En dat al mooi vonden. Laat staan. Dus stel je voor, recitatie van de Koran. Je hoort zo'n prachtige stem. Dat jij verstijfd staat van hoe mooi deze stem is. En hoe mooi deze woorden overkomen en jouw hart raken. En Allah Azza wa Jalla zegt. Dat hij voor zijn oprechte, vrome dienaren heeft klaargemaakt. Wat een oor nog nooit gehoord heeft. Hoe zou dat moeten zijn? En dat is het niet alleen. Hij zegt, wala khatara ala qalbi bashar. En waar nog nooit een hart naar verlangd heeft. Als je op straat loopt en je zegt tegen de mensen, waar verlang je naar? De hele dunia. De ene zegt, ik wil geld. De andere zegt, ik wil dit. En de andere zegt, ik wil gelukzaligheid. Ik wil zus, ik wil paleis. Ik wil alles wilt men. En verlangt men naar. Iedereen is in een droomwereldje. Van wie weet gaat het mij lukken. Maar hij zegt waar een hart nog nooit naar verlangd heeft. Toen noemde de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Of hij zei. Waqra'u in shi'tum. Toen noemde hij een aya. Hij zegt en lees als jullie willen. De volgende aya. Fala ta'lamu nafsu ma ukhfi lahum min qurrati a'yun. In surat al-Sajda. In aya 17. Zegt Allah subhanahu wa ta'ala. In interpretatie van de betekenis. En geen ziel weet wat er voor hen verborgen is gehouden. En geen ziel weet wat er voor hen verborgen is gehouden. Aan verkoeling voor de ogen. Dat wil zeggen genot. Als beloning voor wat zij hebben verricht. Dus wij weten wel dat er heel veel goedheid in aanbiddingen zit. Maar wat er daadwerkelijk voor ons klaar is gemaakt... aan beloning en verkoeling van de ogen, dat weet geen ziel. Want dat is door Allah Azza wa Jal bedekt en bewaard. Dus subhanallah, als je hierbij stilstaat, ma la aynun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatar ala qalbi bashar, als je hier bewust van bent, dan weet jij dat subhanallah, al hetgeen waar de mensen naar verlangen, en elkaar de hoofden voor inslaan, ruzie met elkaar maken, afgunstig voor en aan elkaar zijn, alles en nog wat, dat het niks voorstelt met hetgeen wat Allah Azza wa Jal voor zijn oprechte dienaren heeft klaargemaakt. Nu is de vraag van, of we gaan nu een stapje verder. Hoe ziet het paradijs er dan ongeveer uit? Of de gebouwen van het paradijs? Of de muren van het paradijs? Hoe ziet dat er ongeveer uit? Om alleen maar iets meer en iets meer een beeld te krijgen daarvan. In een zeer lange hadith, authentieke overlevering, een overlevering die overgeleverd is door de sahabi, de geweldige sahabi Abu Huraira radiallahu anhu, leverde hij over, of kwam hij als het ware klagen bij de profeet sallallahu alaihi wasallam. Hij kwam klagen over de volgende zaak. Iets wat wij ook gedeeltelijk ervaren, wanneer wij bij een conferentie zijn of bij een lezing zijn, dan voelen wij ons anders dan thuis, toch? De ene plek is de iman hoger dan bij de andere plaats, toch? Zo ook de sahaba. Als de profeet sallallahu alaihi wasallam het over het paradijs had en het helle vuur, dan leek het erop alsof zij die konden zien met hun eigen ogen. Maar wanneer zij weer teruggingen naar hun kinderen, zo vertelde Abu Huraira radhiyallahu anhu, hij zei als we teruggaan naar onze vrouwen en weer aan onze kinderen ruiken, dus vastklampen en ze omhelzen en hun ruiken, dan vergeten wij weer gedeeltelijk hetgeen wat je ons verteld hebt. En dan zwakt het weer af. De iman stijgt en daalt. Toen zei de profeet sallallahu alaihi wasallam, toen legde hij uit dat dus als zij daadwerkelijk zouden blijven in één stand van de iman, zoals ze bij de profeet sallallahu alaihi wasallam zouden zijn, dat de malaïka zelfs hen zou groeten op straat. En een andere overlevering, deze authentieke overlevering, de authentiek verklaarde Sheikh al-Albani rahimahullah, zouden de malaïka jullie zelfs thuis opzoeken. Subhanallah. Toen vroeg Abu Huraira radhiyallahu anhu, kijk. Hij wil nu weer, dit gevoel wil hij weer opkrikken. Hij wil het weer omhoog krijgen.
Dus na deze uitspraak van de profeet sallallahu alaihi wasallam, na deze uitleg, vroeg hij hem het volgende. Hij zei tegen hem, قلت يا رسول الله, ik zei, o boodschapper van Allah, مما خلق الخلق, waaruit is de schepping ontstaan, geschapen, de mensheid, waaruit? Toen zei de profeet sallallahu alaihi wasallam, min al ma, uit water. Toen zei hij, al jannatu ma bina'uha, hij zegt, in het paradijs, wat is, hoe is dat gebouwd, hoe ziet dat eruit van binnen? Toen zei de profeet sallallahu alaihi wasallam tegen hem, hij zegt, labinatun min fiddah wa labinatun min dhahab. Hij zegt, de ene steen van zilver en de andere steen van goud. Dus de gebouwen van het paradijs zijn niet van cement. De ene steen van zilver, de andere steen van goud. Daar blijft het niet bij. Hij zegt, wa milatuha al miskul adfar. Hij zegt, en hetgeen wat tussen deze stenen zit, een soort van, hier in dunya gebruiken we cement. Weet je wat in Jannah gebruikt wordt om deze bij elkaar te houden? Al misk. Al misk, een lekkere geur van misk. Dus subhanallah, het is een genot om daarna te kijken en het is een genot om dat te ruiken. Dus de ene steen van zilver, de andere steen van goud en daartussenin zit misk. Subhanallah. Toen ging de profeet sallallahu alaihi wasallam nog verder. En hij begon dus over de juwelen van het paradijs. Al-lu'lu. Wal-yaqut. Dus de juwelen, de parels. Dus hij is nu aan het uitleggen hoe de paradijs eruit ziet van binnen. En toen zei hij, wa turbatuha az-za'faran. En het zand van het paradijs is az-za'faran. Za'faran van het dunia is al een genot om naar te kijken. Za'faran van het dunia, wat mensen gebruiken in eten, heeft een mooie rood-bruinachtige kleur. En hij zegt, de turba, het zand van het paradijs, is az-za'faran. Dus niet de neppe za'faran die wij vandaag de dag kennen, maar de echte za'faran. Hij zegt, men yadkhuluha yan'amu wa la yab'as. Degene die het zal binnengaan, zal genieten en niet een gevoel ervaren van het tegenovergestelde daarvan. Dus hij zal een en al genieten. Hij zegt, wa yakhludu wa la yamut. Hij zegt, hij zal voor eeuwig daarin vertoeven, voor eeuwig daarin verblijven en niet sterven. Niet sterven. Hij zegt, wa la tubla thiyabuhum. En hun kleding zal niet verouderen of verscheuren. Het blijft altijd nieuw. Moet je je voorstellen. Subhanallah, ik heb vandaag alleen met de auto pech al. Zag ik een vlek in mijn kleding en dat gaat er nooit meer uit. Dat is olie. Maar bij hun, subhanallah, als zij iets nieuws dragen, zal het nooit meer veranderen. Nooit meer verouderen. Het zal altijd nieuw blijven. Hij zegt, wa la yafna shababuhum. En je hebt ouderdom, je hebt puberteit, wat hebben we daartussen? Hun jeugd of hun jongere jaren zullen nooit voorbij gaan of veranderen in ouderdom. Nooit. Er is zelfs overgeleverd, een sahih al-Tirmidhi, een authentiek verklaarde Sheikh al-Albani, dat de mensen van het paradijs allemaal rond de leeftijd van 30 of 33 jaar oud zullen zijn. Ze worden nooit oud. Er bestaat geen shegoga, er bestaat geen ouderdom. Vergrijzing, dat bestaat niet in het paradijs, dat is hier, in de dunia. Paradijs kent geen zweet, kent wel zweet, maar niet de zweet die wij hier kennen. Van hoe lang heb je al niet meer gedoucht? Nee, in het paradijs dan zul je daarna verlangen om te gaan zweten, want de zweet in het paradijs is de geur van misk. Allah Azza wa Jal heeft het in de Koran over azwajun mutahhara. Gereinigde echtgenotes. De geleerden van tafsir zeggen gereinigd van wat? Gereinigd van menstruatiebloed. Gereinigd van urine. Gereinigd van ontlasting. Dat bestaat niet in het paradijs. Dat bestaat niet in het paradijs. En voor de vrouwen, sommige mensen, als je het hebt over het paradijs, dan
voelt iedereen al aan dat het onderwerp de vrouwen van het paradijs eraan komt. En dan denken sommige vrouwen, ja, maar hoe zit het dan met ons? Dit zijn meestal zaken die weggelegd zijn voor de mannen. Hebben wij dan geen beloning? Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah werd gevraagd, van welke vrouwen zijn beter? De vrouwen van het dunya in een akhira of de vrouwen die al geschapen zijn voor een akhira? Dus hoor één. Toen zei hij, de vrouwen van het dunya. De vrouwen van het dunya. Wat kan het verschil zijn? We kunnen niet met zekerheid zeggen, dit is de reden. Dat weet Allah Azza wa Jal beter. Maar wat kan het verschil zijn? Dat een vrouw in het dunya beproefd is. En de keuze had tussen haram en halal. Gehoorzaming aan haar man en geen gehoorzaming, ongehoorzaming. Het kiezen voor het bedekken van haar lichaam of het ontdoen van haar hijab. Ze had de keuze. En ze heeft geduld gehad en ze heeft hetgeen verkozen wat Allah Azza wa Jal tevreden stelt. Waardoor zij een hogere rang kan hebben in het paradijs dan de vrouwen die daarvoor geschapen zijn en niet beproefd zijn. Dus subhanallah, hetgeen wat er nog aankomt, dat is, kan alleen maar beter en beter zijn. Voor zowel de mannen als voor de vrouwen. Dus in het paradijs is er geen ouderdom, geen ziektes, geen ellende, geen verdriet. Al hetgeen wat de mens niet naar verlangt in de dunya, zal niet zijn in de akhira. Zal men niet ervaren in al-jannah. Dus betreft de muren van het paradijs, de ene steen is van zilver, de andere is van goud en daartussenin zit misk. En het zand van het paradijs is van za'faran. In een andere overlevering, die authentiek is verklaard door Sheikh al-Albani rahmallah, legt de profeet sallallahu alayhi wa sallam uit dat zich in het paradijs kamers bevinden, ghuraf. Kamers bevinden. En denk niet aan die kleine kamer van jou en van mij in dunia. We praten over kamers, wallahi, niemand van ons weet hoe breed die is, hoeveel kilometer die is. Straks krijgen we een aantal voorbeelden. Maar we nemen het als kamers. Waarover de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, yura zahiruha min butuniha. De buitenkant is van de binnenkant te zien. Hij zegt, وَبُطُونُهَا مِنْ ظُهُورِهَا. En de binnenkant van de buitenkant. Deze architectuur bestaat niet in het dunia. De buitenkant, zo speciaal is het. De buitenkant kun je de binnenkant zien en van de binnenkant kun je de buitenkant zien. Toen zei iemand, en nu komt de shahid. Toen zei iemand in het bijzijn van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Een bedouine persoon stond op. Hij zegt, فَقَامَ إِلَيْهِ أَعْرَابِي. فقال لي من هي يا رسول الله. Hij zei, o boodschapper van Allah, van wie zullen die zijn? Toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, hij zei, hier لمن طاب الكلام. Die zullen zijn voor degene die alleen maar het goede uitspreekt. Alleen maar het goede uitspreekt. Dus niet mensen kwetst, niet slechte dingen zegt. Niet over anderen lastert, niet over anderen praat, maar alleen maar het goede uitspreekt. Taab al kalam. Al het goede wat uit zijn mond komt, is alleen maar het tayyib. Net zoals de profeet sallallahu alaihi wasallam zegt, men kana yu'minu billahi wal yawm al-akhir, falyakul khayran aw liyasmut. Degene die gelooft in Allah in de laatste dag, die dient het goede te zeggen of zijn mond te houden. Dus deze persoon, voor wie deze kamers zijn, hij zegt hier niemand taab al kalam. Dat is voor degene uit wiens mond alleen maar het goede komt. Dus bij elke woord staat hij stil. Hetgeen wat ik nu ga zeggen, is dat goed of slecht? Heeft dat een goede effect of een slechte effect? Positief of negatief? En zo weegt hij zijn daden en uitspraken. En dan pas begint hij te spreken of hij houdt zijn mond dicht. Of zij houdt haar mond dicht. Het geldt voor de mannen als voor de vrouwen natuurlijk. Toen zei hij, wa at'am at'am. En te eten geeft. Dus aan de behoeftigen, aan zijn gasten, enzovoort. Dus omwille van Allah Azza wa Jal, andere voet. Toen zei hij, wa adam as-siyam. En veelvoudig vast. Veelvuldig vast. Hij zei, wa salla lillahi bil-layli wa an-nasu niyam. En het gebed voor Allah Azza wa Jal verricht, terwijl de mensen slapen. Dus vier belangrijke aspecten.
Voor wie deze mensen, voor wie deze plaatsen zullen zijn in het paradijs. Degene die het goede zegt. En hij zegt, en degene die de arme voet of de gasten voet of andere voet. En degene die veelvuldig vast. En degene die natuurlijk het nachtgebed verricht terwijl de mensen slapen. In een andere overlevering vertelt de profeet sallallahu alayhi wa sallam over de rangen in het paradijs. En over de niveaus in het paradijs. En hij vergelijkt ze met sterren. Sterren aan de hemel, daar vergelijkt de profeet sallallahu alayhi wa sallam ze mee. De ene heeft een hogere rang dan de ander. En zij zitten tegenover elkaar alsof de ene in het westen zit en de andere in het noorden of in het oosten bijvoorbeeld. Sterren in het paradijs. Toen zei iemand tegen de profeet sallallahu alayhi wa sallam, en de hadith is authentiek verklaard door Sheikh al-Albani rahimahullah. Faqalu, dus de sahaba zeiden, ja Rasulallah, ulaika an-nabiyyun. Dat zullen vast wel de profeten zijn waar je het over hebt, die hoge niveaus hebben bereikt en als sterren tegenover elkaar zitten. Toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam tegen hem, bella, wel nee, of hij bevestigde dat ten eerste. En toen zei hij, Walladhi nafsi biyadih. En bij degene in wiens mijn ziel, in wiens mijn ziel in zijn handen zit. Dus hij zweert bij Allah subhanahu wa ta'ala. Hij zegt, Wa aqwamun amanu billahi wa rasulih. Wa saddaqu al-mursaleen. En volkeren, dus voor wie? Voor de boodschappers en profeten. En voor volkeren die geloofden in Allah en zijn boodschapper. En voor volkeren die geloofden in Allah en zijn boodschapper. En die hetgeen wat de profeten hebben gezegd bevestigd hebben. Dus daarin geloofden. Dus subhanallah, ook zij zullen deze hoge niveaus bereiken in het paradijs. In een andere overlevering heeft de profeet sallallahu alaihi wasallam het over de tuinen. En de jannat in el jannah. Dus de tuinen in het paradijs. Van dat een persoon bijvoorbeeld twee tuinen kan hebben van zilver en twee tuinen van goud. En hetgeen wat zich daarin bevindt. En niet alleen maar het kledij en niet alleen maar hetgeen wat, maar ook het gerei wat zij daar gebruiken. Zoals jullie hebben gezien, veelvoudig ook met basiskennis islam. Als we het hebben over het gebruiken van gouden of zilveren gerei en het verbod daarop, dan zie je constant de hadith dat de profeet sallallahu alaihi wasallam zegt, van dat is voor de ongelovigen in het dunya en voor ons in het hiernamaals. Dus in het paradijs zal het gerei wat men gebruikt van goud en zilver zijn. Van goud en zilver zijn. Dus je hoeft niet meer naar de IKEA, niet meer naar de Praxis, niet meer naar de Gamma, maar het zal van goud en zilver zijn. Beter dan dat bestaat niet. Dus je hoeft ook niet meer te kijken naar het certificaat, is dit echt van Unox of niet? Nee. Het is van goud en van zilver. Subhanallah. In een andere overlevering heeft de profeet sallallahu alayhi wa sallam het niet meer over de gebouwen van het paradijs, maar over de tenten van het paradijs. Als we het hebben over de tenten van het paradijs, dan denk je, je bent nou niet voor omlaag gegaan. Dat zouden wij denken met onze beknopte kennis en weinig kennis. Maar hoe zien deze tenten eruit van het paradijs? De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt in een authentieke overlevering die in Sahih al-Bukhari en Muslim staat. Inna lil mu'mini fil jannati la khaymatan min lu'lu'atin wahidatin mujawwafa. Dat er in het paradijs voor een gelovige een tent is wat van lu'lu' is, van parels. Wat voor parels? Hij zegt, lu'lu'atin wahidatin mujawwafa. Eén parel, lijkt heel weinig. Maar wat voor parel? Mujawwafa. Imam al-Mubarak Furi, een van de uitleggers van deze hadith van Sahih al-Tirmidhi, zegt, ey wasi'atul jawf. Een parel die zo wijd is, dat de profeet sallallahu alaihi wasallam zegt, tooluha fis sama'i sittuna meilen. Dat alleen maar de lengte ervan in de lucht is 60 mijlen. Eén parel, een tent, een parel, 60 mijlen omhoog. Een andere overlevering, 60 mijlen ook nog eens in de breedte. Hoe groot moet deze tent zijn?
Dus 60 mijlen omhoog en 60 mijlen in de breedte. Eén parel. Wat zegt de profeet sallallahu alaihi wasallam daarover? Hij zegt: Lil mu'mini fiha ahlun. Voor de gelovigen zitten daarin gezinnen. Dus hij heeft meerdere gezinnen. Maar niet zoals in dunia, als je meerdere mensen in één huis verzamelt, dat het oorlog wordt. Want het gaat hier om gezinnen van één persoon. Nee. Hij zegt fala. Hij zegt yatufu alayhimul mu'min. Dat een mu'min langs deze gaat en langs deze gaat en langs deze gaat. En hij zegt fala yara ba'duhum ba'da. Deze tenten zijn zo groot dat ze elkaar niet eens zullen zien. Dus er zal ook geen haat en nijd zijn. In een andere overlevering: hun harten zullen één zijn. Dus al heeft een persoon in het paradijs meerdere vrouwen, hun harten zullen één zijn. Er is geen jaloezie. Er is geen strijd onderling. Maar hun harten zullen één zijn. In een andere overlevering zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, en deze overlevering is overgeleverd door imam Tirmidhi, een authentiek verklaarde Sheikh al-Albani rahmallah, heeft de profeet sallallahu alayhi wa sallam het over de rangen van het paradijs. De rangen van het paradijs. Abu Hurairah radiyallahu anhu zegt: Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fil jannati mi'atu daraja. In het paradijs zijn er 100 rangen. Kijk hoe ik doe met mijn hand. Dit komt totaal niet overeen met de overlevering, want dit lijkt heel simpel. Wat zegt hij over de afstand tussen de een en de ander? Hij zegt hier: Ma bayna kulli darajatayni mi'atu 'aam. Tussen elke niveau en de ander zit 100 jaar. 100 jaar tussen de ene rang en de andere. Al zou je een raket halen, zou je die afstand misschien kunnen afleggen. Tussen de ene rang en de andere. Laat staan over die andere 99. Hij zegt in een andere overlevering, wat overgeleverd is door Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu, en authentiek is verklaard door Sheikh al-Albani rahmallah, en overgeleverd is door imam Tirmidhi. Hij zegt over dat men, hij zegt, de profeet sallallahu alaihi wasallam zegt in het begin van deze overlevering: Dhar innasa ya'maluna fa inna fil jannati mi'atu daraja. Laat de mensen daden verrichten, want in het paradijs zitten 100 rangen. Wat wil dat zeggen? Niet ik bid alhamdulillah 5 keer per dag, dus ik heb al genoeg goeds gedaan, ik ben al klaar. Nee. Hij zegt: laat de mensen goede daden verrichten, want hoe meer jij verricht, hoe hogere rangen jij bereikt in het paradijs. Hij zegt: fil jannati mi'atu daraja. In het paradijs zitten 100 rangen. Ma bayna kulli darajatin wa darajatin kama bayna as-sama'i wal ard. Dus elke rang en de ander zit hetgeen wat tussen de hemel en de aarde zit. Of tussen de hemel en de aarde zit. Zo groot is de afstand tussen de ene rang en de andere. En dan zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, en nu komt de mooiste van de hadith. Hij zegt: wal firdausu a'laha. Hij zegt: wal firdausu a'laha darajatan. En al firdaus is de hoogste niveau van het paradijs. Hij zegt: minha tufajjaru anharu al-jannatin arba'a. Daaruit, uit al firdaus, stromen de 4 rivieren van het paradijs. In een andere overlevering, daar komen we straks inshallah, de ene rivier is van honing en de andere is van melk en de andere is weer van iets anders, van gammer. Geen alcohol zoals hier, met een nare geur en dat men dronken wordt en dingen zegt die hij niet wil zeggen of later spijt van krijgt, of daden verricht waar hij zich de andere dag voor schaamt en zich niet meer durft te tonen onder de mensen. Nee, de gammer van het Jannah. De gammer van het Jannah. En daaruit, zegt de profeet als in een andere overleving, zullen de andere rivieren voortvloeien. Hij zegt hier dus: wa a'laahu, hij zegt: wal firdaus wa a'laaha darajatan
منها تفجر أنهار الجنة الأربعة ومن فوقها يكون العرش. En boven de Firdaus, wat zit daar? Al-Arsh. De troon van Allah subhanahu wa ta'ala. Hij zegt, فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسِ. Hij zegt, dus als jullie Allah azza wa jal vragen, vraag hem dan naar al-Firdaus. Dus naar de hoogste rang. Wat wil dat zeggen? De geleerden zeggen, hieruit kunnen wij begrijpen dat een moslim altijd moet verlangen naar het meest hoge wat hij kan bereiken. Niet naar van, oh, kies wel naar een middelklasse en dan komt het wel. Nee. Als je een huis kiest, als je kunt kiezen tussen drie huizen en de ene stort bijna in elkaar en de andere kan nog 5 jaar blijven staan en de andere is net gebouwd, kies je ook naar voor het beste. En zo ook, als het al helemaal om een akhira gaat, dient een moslim altijd te verlangen naar het allerbeste. In een andere overlevering begint de profeet sallallahu alayhi wa sallam over de bomen van het paradijs. De bomen van het paradijs. Hij zegt dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam, dus de overleveraar, de sahabi zegt, qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, inna fil jannati shajaratan yasiru ar-rakibu fi dhilliha 100 aamin la yaqta'uha. Hij zegt dat er in het paradijs een boom is waarin een ruiter, iemand die op een paard zit, en keihard gaat. Zo snel gaat op zijn paard, dat als hij de ene kant, of vanaf de ene kant tot de andere kant van haar, dus van deze boom, van haar schaduw wilt verbreken, of afleggen, hij zegt, al zou hij 100 jaar lang onderweg zijn, dan zal hij nog niet deze afstand afleggen. 1 boom van het paradijs. 100 jaar om de afstand af te leggen van de schaduw van 1 boom in het paradijs. In een andere overlevering, die authentiek is verklaard door Sheikh Al-Albani en overgeleverd is door imam Tirmidhi rahmallah, zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam over de bomen van het paradijs. Hij zegt, ma fil jannati shajaratun illa wasaquha min dhahab. Hij zegt, er bevindt zich in het paradijs geen boom, oftewel de stam ervan is van goud. De stam van de bomen is van goud. Niet alleen maar de stam, laat staan de bladeren en de takken en al hetgeen wat daaruit gegroeid is. Dus de bomen, de stammen daarvan zijn van goud. Subhanallah. In Nederland staan mensen in rijen. Soms nemen ze een slaapzak mee om op de dag te wachten dat er ergens een gouden koets langskomt. Om die te bewonderen. Dat is bewonderingswaardig. En foto's te maken. Wie maakt de beste foto? En duwen en trekken. En ik was hier eerder. Terwijl de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt dat de bomen in het paradijs een stam hebben van goud. Een koets kun je nog maken. Maar een boom kun je niet laten groeien met een gouden stam. Behalve in het paradijs. Subhanallah. In een andere overlevering heeft de profeet sallallahu alayhi wa sallam het over de vrouwen van het paradijs. En hij zegt over deze vrouwen, en de hadith is overgegeven door imam Tirmidhi en authentiek verklaard door Sheikh Al-Albani rahimahullah. Hij zegt, وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ أَوْ اطَّلَعَتْ إِلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ لَأَضَاءَتِ الدُّنْيَا. Hij zegt, als één vrouw van het paradijs alleen maar zal kijken naar het dunya, dan zal zij de gehele dunya verlichten van haar schoonheid. De gehele dunya, alleen maar 1 keer kijken naar het dunya, verlicht ze het dunya door haar schoonheid. En hij zegt dan, وَلَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهَا رِيحًا. En als zij alleen maar kijkt, dan zal zij al hetgeen tussen de hemel en de aarde, of de hemel en de aarde, vullen met haar geur. 1 keer kijken
En de hele dunia wordt geur van misk. En hij zegt, وَلَا نَصِيفُهَا يَعْنِي خِمَارَهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. En hetgeen wat alleen maar haar hoofd bedekt, deze vrouw van de Jannah, wat alleen maar haar hoofd bedekt, is nog beter dan hetgeen wat zich in het dunya bevindt. Alleen maar haar hoofdbedekking. Imam al-Mubarak Fouri, rahimahullah, een van de geleerden die de overleveringen van Imam al-Tirmidhi heeft uitgelegd, hij zegt, ey, فَكَيْفَ الْجَنَّةُ نَفْسَهَا وَمَا بِهَا مِنْ نَعِيمِهَا. Hij zegt, als alleen al de hoofdbedekking van deze vrouw van het paradijs beter is dan het dunya, hoe zal het dan zijn met hetgeen wat zich in het paradijs bevindt? In een andere overlevering zegt de profeet, we hebben niet alleen maar hadith over de vrouw van het paradijs, maar ook de mannen van het paradijs. In een andere overlevering die overgeleverd is door imam al-Tirmidhi rahimahullah en authentiek is verklaard. De Sheikh al-Albani rahimahullah zegt de sahabi, of levert de sahabi Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu over, en Rasool Allah sallallahu alayhi wa sallam qaal, لو أن ما يقل ظفر مما في الجنة بدا لتزخرفت له ما بين خوافق السماوات والأرض. Hij zegt in deze authentieke overlevering dat als alleen maar een gedeelte van het dunya ter grootte van een nagel voor ons zichtbaar gesteld zal worden, dus dat wij kunnen bewonderen, of dat het alleen maar blootgesteld wordt, zegt hij, dan zal dat de gehele dunya, of al hetgeen wat tussen de hemel en de aarde verlichten. Al hetgeen wat tussen de hemel en de aarde is, verlichten. Alleen maar iets wat zichtbaar wordt gesteld van het paradijs ter grootte van een nagel. Ter grootte van een nagel. En dan zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ طَلَعَ فَبَدَى سِوَارَهُ أَوْ سِوَارُهُ لَطَمَسَ ضَوْءَ الشَّمْسِ كَمَا تَطْمِسُ الشَّمْسُ ضَوْءُ النُّجُومِ. Hij zegt, en als een man van het paradijs, een man, nu niet de vrouwen van het paradijs, maar een man van het paradijs, alleen maar één van zijn juwelen zal tonen, één van zijn armbanden, een siwaar, zal tonen, zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, latamasa dou shams, dan zou de zon of de licht van de zon verdwijnen. Kama tatmisu shamsu dou nujum, net zoals de lichtstralen van de zon de maan laten verdwijnen. Als je straks naar buiten gaat, en het is bijna maghrib, dan zie je dat het licht van de zon vermindert, toch? Wat zie je aan de andere kant? Ben ik de enige die naar boven kijkt altijd? Dan zie je de maan. De maan komt tevoorschijn. Waarom? Omdat het licht van de zon verminderd is. Dus als die sterk is, dan verdwijnt de maan, als het ware. Als een man van het paradijs alleen maar één van zijn armbanden toont, één van zijn juwelen toont, dan zal hij de zon laten verdwijnen, net zoals de zon de maan doet verdwijnen door zijn sterke stralen van licht. Een nujum, afwan. Hier in deze hadith staat een nujum, dus de sterren. Dan zal hij de sterren door het licht. Ik zal de hadith voorlezen. Hij zegt, ولو أن رجلا من أهل الجنة طلع فبدا سواره لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم. Dus dat hij de zon, de stralen van de zon, door zijn juwelen zal laten verdwijnen, net zoals de zon stralen de sterren laten verdwijnen. De sterren laten verdwijnen. Door het sterke licht ervan zie je geen manen, geen sterren.
in de lucht. In een andere overlevering heeft de profeet sallallahu alayhi wasallam het over de rivieren en zeeën van het paradijs. Hij zegt in een authentieke overlevering: Inna fil jannati bahra al-asal wa bahra al-khamr wa bahra al-laban wa bahra al-ma'. Dus de profeet sallallahu alayhi wasallam heeft het over. Hij zegt: Al-anharu thumma tanshaqqu al-anharu ba'd. In een authentieke overlevering die overgeleverd is door imam Tirmidhi, een authentieke verklaring van Sheikh Al-Albani rahimahullah, heeft de profeet sallallahu alayhi wasallam over vier, hij zegt zeeën, niet alleen maar rivieren, maar zeeën, bahar, in het paradijs. De een is van honing, al-asal. De ander is van al-ghamr, van alcohol, dus niet het alcohol van het dunya. De ander is van water. En de ander van melk. Een ander van melk. In een andere overlevering, Sahih, en dan zegt de profeet sallallahu alayhi wasallam, en daarna zullen de andere rivieren daaruit stromen. Uit deze vier zeeën of rivieren zullen de andere rivieren stromen. In een andere overlevering, Sahih al-Bukhari, legt de profeet sallallahu alayhi wasallam uit dat als hij het alleen maar over zijn houd heeft, over zijn bazin, over zijn rivier waar de mensen van drinken om qiyamah, dat alleen maar dat de melk die daarin zit, of dat het vocht wat daarin zit nog witter is dan melk. En de geur daarvan nog lekkerder is dan misk. En dat de bekers waarmee de mensen drinken nog mooier zijn dan de sterren. De bekers waarmee de mensen drinken nog mooier zijn dan de sterren. Subhanallah. Je weet niet wat je moet bewonderen. Hetgeen wat je vast hebt of hetgeen wat je gaat drinken. Of de geur daarvan. In een andere overlevering legt de profeet sallallahu alayhi wa sallam uit, dus dat de mensen van het paradijs niet oud zullen worden, hun jongere tijd niet voorbij zal gaan. En hij zei dus in een authentieke overlevering die in Sahih Tirmidhi staat, dus dat de mensen een leeftijd zullen hebben van tussen de 30, van 30 of 33 jaar jong. Niet oud, maar jong. Want we hebben het over het paradijs. In een andere overlevering, in deze hadith is sahih verklaard door Sheikh Al-Albani rahimahullah in zijn boek Sahih Al-Jami', heeft de profeet sallallahu alayhi wa sallam het over het gezang in het paradijs. Dat de vrouwen voor hun mannen zullen zingen in het paradijs. En dat is niet zoals hoe mensen hier met een schorre stem denken een ander te vermaken. Nee, zij zullen zingen, zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Hij zegt: Inna azwaja ahlil jannati layughannina azwajahunna bi ahsani aswatin. Hij zegt: Ma sami'aha ahadun qat. Hij zegt: De vrouwen van het paradijs zullen zingen voor hun mannen met zulke mooie stemmen die nog nooit iemand heeft gehoord. Ze zijn nog zo mooi dat nog nooit iemand zulke mooie stemmen heeft gehoord. En dan legt de profeet sallallahu alayhi wa sallam uit wat zij bijvoorbeeld zullen zingen voor hun mannen. Hij zegt: Mimma yughannin, wat zij bijvoorbeeld zullen zingen. Hij zegt: Nahnu al-khayratul hisan, azwaju qawmin kiram. يَنْظُرْنَ بِقُرَّةِ أَعْيَان. Hij zegt van, zij zullen hun mannen prijzen en hunzelf natuurlijk prijzen. En wie zij zijn en wat voor niveau zij hebben. En hoe zij kijken naar hun mannen en hoe hun mannen daarvan genieten. En hij zegt: وَمِمَّا. En dan zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam: وَإِنَّ مِمَّا يُغَنِّينَ بِهِ نَحْنُ الْخَالِدَاتِ فَلَا يَمُتْنَهُ نَحْنُ الْآمِنَاتُ فَلَا يَخَفْنَهُ نحن المقيمات فلا يضعنه. Zij zullen dan zingen van: wij zijn de blijvenden, ze zullen altijd voor altijd leven, eeuwig leven en niet sterven. En zo zullen zij zingen en zingen. Wat natuurlijk, waarvan mijn stem natuurlijk nooit in de buurt zal komen. In een andere overlevering, die overgeleverd is door Anas ibn Malik radiallahu anhu,
zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam dat zich in het paradijs een markt bevindt. Een markt. En niet een markt zoals hier in Dunia met rotte appels om 5 uur. En bananen die zeg maar vervormd zijn en neem nu maar mee voor de helft van de prijs. Nee. Dat is niet, dat is in het dunya, niet in het akhira. Hij zegt over de aswaq, de markten van het akhira. Inna fil jannati suqan ya'tunaha kulli jumu'ah. Of kulli jumu'ah. In het paradijs bevindt zich een markt. Wat de mensen zullen betreden op elke vrijdag. Nu, waar gaan we heen op vrijdag? Naar de moskee. En dan in de Jannah gaan de mensen op vrijdag naar de souk, naar de markt. Hoe ziet deze markt eruit? De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt daarover: فَتَهُبُّ رِيحُ الشَّمَالِ فَتَحْثُ فِي وُجُوهِهِمْ وَثِيَابِهِمْ فَيَزْدَادُونَ حُسْنًا وَجَمَالًا. Hij zegt, er zal een wind zal de mensen treffen in deze markt. En deze wind zegt hij over, فَيَزْدَادُونَ حُسْنًا وَجَمَالًا. Zij zullen door deze wind alleen maar nog mooier en mooier worden. Dus deze mensen zijn al gereinigd. Deze mensen zijn al op hun mooist. En doordat deze wind hen treft, zullen ze alleen maar nog mooier worden. Dus je hebt geen camouflage nodig die men vandaag de dag gebruikt achter de spiegel. En verf. Het is bijna plamuur geworden. Om mooi eruit te zien. Nee. Alleen maar een wind zal jou treffen in het Jannah, waardoor je alleen maar nog mooier wordt. Puur natuur en je wordt nog mooier. En als zij terugkeren naar hun gezinnen, hij zegt, فَيَرْجِعُونَ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ وَقَدْ إِزْدَادُوا حُسْنًا وَجَمَالًا. En als zij terugkeren naar hun gezinnen, zijn ze alleen maar nog mooier en mooier geworden. En dan zullen hun gezinnen het volgende zeggen. Hij zegt, فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُهُمْ وَاللَّهِ لَقَدْ إِزْدَأْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا. Ze zullen zeggen, bij Allah, jullie zijn na ons, dus nadat jullie zijn weggegaan, zijn jullie alleen maar nog mooier en mooier geworden. En dan zullen deze mensen zeggen die weg zijn geweest, tegen de mensen die zij hebben achtergelaten, zullen zij zeggen, فَيَقُولُونَ وَأَنْتُمْ وَاللَّهِ لَقَدْ إِزْدَأْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا. En zij zullen zeggen, bij Allah, jullie zijn na ons. Dus de mensen die thuis zijn gebleven, die niet naar de souq zijn gegaan, niet naar de markt zijn gegaan, wallahi, jullie zijn na ons ook alleen maar mooier en mooier geworden. En deze hadith is overgeleverd door Imam Muslim, rahimahullah. Dan als laatste, omdat dit een korte blik, een korte glimp was op hetgeen wat zich in het paradijs bevindt. Of voordat, in andere overleveringen, Sahih al-Bukhari, heeft de profeet sallallahu alaihi wasallam over de schoonheid van de vrouwen van het paradijs. En hij zegt, subhanallah, dat zij zo wit zijn. Ze zien er zo wit uit. En dat hun voeten, de saak van één van hen, al heeft ze daar 70 juwelen omheen, dat de buitenkant van deze voeten, dat de binnenkant van deze voeten van buiten te aanschouwen is. Zo mooi is die. De binnenkant van de voeten. De moch is de binnenkant van een bot zelfs. Dat hij van de buitenkant te aanschouwen is van de schoonheid van deze vrouwen. Als laatste, en daarmee sluit ik inshallah af, is de vraag van, is dit dan alles? Is dit dan alles wat men kan aantreffen in het paradijs, of is er nog iets wat nog veel mooier is dan dat? Ik zie mensen knikken met ja, er is nog iets wat veel mooier is dan dat. Wat is dat? MashaAllah. In een authentieke overlevering, die overgeleverd is door Imam Tirmidhi, en authentiek is verklaard door Sheikh Al-Albani, rahmallah, zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam,
إذا دخل أهل الجنة الجنة. Als de mensen van het paradijs betreden. Nada munadin. Dan zal er geroepen worden. Inna lakum indallahi maw'idan. Er is voor jullie bij Allah subhanahu wa ta'ala nog een belofte. Zij zullen dan zeggen, qalu, alam yubayyid wujuhana, heeft hij dan niet onze gezichten verlicht, noor gegeven, wit gemaakt, gereinigd van de zondes? Wa yunajjina minan nar, en ons gered van het hellevuur? Wa yudkhiluna al-jannah, en ons het paradijs laten binnentreden? Qalu bala, dus werd bevestigd van inderdaad. En dan zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, fayankishifu al-hijab, en dan zal de afscheiding verwijderd worden van het gezicht van Allah subhanahu wa ta'ala. Wat wordt uitgelegd ook in andere overlevering. Toen de profeet sallallahu alaihi wasallam werd gevraagd over zijn hemelreis en over Isra en Mi'raj. Toen zeiden zij tegen hem, heb jij Allah azza wa jal gezien? Toen zei hij, ik zag alleen maar noor, één en al licht. Fa'anna arah. Hoe kan ik hem dan zien door al die noor? In deze overlevering legt de profeet sallallahu alaihi wasallam uit dat deze afscheiding verwijderd wordt. En dan zegt de profeet sallallahu alaihi wasallam, فَوَاللَّهِ مَا أَعْطَاهُمْ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِ. En hij zegt dan, van bij Allah, zij zijn niets anders gegeven wat bij hen geliefder is dan het kijken naar hem. Dus de grootste gunst van het paradijs is het kijken naar Allah subhanahu wa ta'ala. Moge Allah azza wa jal ons allen doen laten behoren tot de mensen die het paradijs mogen binnentreden en mogen genieten van deze grote gunsten, waaronder de grootste gunst, en dat is het kijken naar zijn verheven gezicht subhanahu wa ta'ala. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa jazakum. Nou. Allahu alam. Dus de broeder die zegt van, we hebben toch zeven hemelen en we hebben al-Jannah. En al-Jannah bevindt zich dan misschien tussen de vijfde en de zesde. Dat is, ja, je twijfelt zeg maar daarover, van wat is het nou? Allahu alam. Ik weet alleen dat yawm al-qiyamah alles zal veranderen. En dat Allah azza wa jal alles zal laten veranderen. En de hemel en de aarde zal opvouwen. En alles verandert en alles anders zal zijn dan het momenteel is. Dus Allahu alam hoe dat eruit zit, of hoe dat zeg maar momenteel zich bevindt, niveau boven niveau momenteel of op dat moment. Inshallah. Allahu anam. Kijk, wat duidelijk is, dus de vraag van de broeder is van, er zullen verschillende rangen zijn in het paradijs. De een heeft een hoger rang dan de ander. En kan de een de ander bezoeken. Wat overgeleverd is dat de mensen elkaar zullen bezoeken en samen zullen komen. Bijvoorbeeld op deze markten, waar we het net over hadden. Dat men op dat moment zal samenkomen. Maar dat er wel verschil zijn rangen. Maar degene die een bepaalde rang zit, die zal niet het gevoel hebben dat hij lager zit dan de ander. Elke persoon denkt dat hij alles heeft gekregen wat hij maar kon krijgen.
Dus mensen zullen elkaar ontmoeten, mensen zullen elkaar opzoeken. Maar of iemand van een lager rang naar een hoger rang kan, Allahu a'lam. Het kan maar zo zijn dat het is overgeleefd, maar bij mij is momenteel niks bekend. Of ik wel kan. Het gerei, de borden. Dus de broeder zegt van, ik heb gezegd in het paradijs zullen het gerei van goud en zilver zijn. Maar wat betekent het gerei? De borden en de bestek waar zij gebruik van maken, waar de mensen van eten en drinken. Dat is het gerei, de bekers waar ze van drinken. Dus dat is van goud en van zilver. Nou. Inshallah, misschien straks. Ik weet dat het paradijs, dat is, dat laat jou alles vergeten. Nou. Nou, dus de broeder die zegt van, kan men ook zijn eigen vrouw hun dunya ontmoeten? Nou, als zij ook naar het paradijs mag, dan zal zij op een hele andere manier daar zijn dan dat ze in het dunya was. In het dunya vreest iedereen voor het moment dat het lichaam zal veranderen. In het begin wil iedereen groeien in zijn lichaam en er beter en beter uitzien. Maar op geen moment zal een mens een niveau bereiken dat het alleen maar achteruit kan gaan. Het begint de rimpels, men begint uit te dijen. Na de eerste bevalling verandert het lichaam. En dan begint men te twijfelen aan zichzelf, tekortkomingen te zien enzovoort. Maar in het paradijs is dat niet. In het paradijs wordt men alleen maar mooier en mooier. En zal een vrouw nog veel mooier zijn dan dat ze was in de dunia. En zal een man nog veel mooier zijn dan dat hij was in de dunia. Dus men zal helemaal anders zijn op dat moment. En alleen maar hetgeen krijgen waar hij of zij naar verlangt. Nou, je zaak. Dus de broeder die vraagt van wat is het verschil tussen de rangen. De ene rang is mooier dan de andere rang. De ene rang is nog beter dan de andere rang. En daarom zei de profeet sallallahu alaihi wasallam ook in de hadith toen hij Jannatul Firdaus al-A'la noemde. Van darin nasa ya'malun. Laat de mensen goede daden verrichten. Waarom? Door zoveel mogelijk goede daden te verrichten kun je hoger en hoger rangen bereiken. We hebben het in de lezing over de Koran hebben het ook gehad over dat tegen de persoon wordt gezegd, Yawm al-Qiyamah, reciteer eieren voor eieren tot de laatste eieren die je reciteert. Van dat naar gelang de laatste eieren wordt jouw rang in het paradijs beoordeeld. Dus dan zie je subhanallah van dat men, nou, hetgeen wat je gememoriseerd hebt, dat weet ik zeker. Hetgeen wat je hebt gereciteerd, Allahu a'lam, weet ik niet. Wat ik zeker weet in de overleving, wat daaruit te begrijpen is hetgeen wat je hebt gememoriseerd. Nou, maar fieke welke naam. Allah azza wa jalla, dus de broeder zegt van wat nou als je veel goede daden hebt en weinig hebt gememoriseerd. Dan kan het zijn dat Allah azza wa jalla jou je rangen geeft voor hetgeen wat je hebt gememoriseerd en je rangen geeft voor de andere goede daden. Allah azza wa jalla is rechtvaardig. Barmhartig. En wat wij moeten weten is dat wij niet het paradijs binnentreden door onze daden, maar door de barmhartigheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus wij doen zoveel mogelijk goede daden, maar uiteindelijk is het de barmhartigheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Want al zouden wij dag en nacht bidden en vasten en sadaqaat geven aan al hetgene doen wat ons bevolen is, dan zouden wij misschien niet eens één van de gunsten van Allah azza wa jalla hebben of iets wat daarmee te vergelijken is, hebben goed gemaakt. Eén gunst, al is het alleen maar het zienvermogen, het mogen kijken, of het mogen praten, of het mogen eten. Dus de gunsten van Allah azza wa jalla zijn veel. Wij dienen zoveel mogelijk goede daden te verrichten, maar we komen natuurlijk uiteindelijk het paradijs binnen door de barmhartigheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Allahu a'lam.
Ik ben er bijna zeker van, maar als er 1% twijfel is, dan kan ik het niet zeggen. Inshallah kom ik erop terug bij de volgende lezing. Nou. Ja. Andere vraag bij de zusters. Nou. Allahu akbar. Ik weet het ook bijna zeker. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. De zusters hebben maar alleen het laatste stuk van de lezing gehoord in verband met een cursus die wij net hadden. Maar er is wel één vraagje. Inshallah. Wat mij verteld was, was dat de cursus ongeveer om 9 uur of om 6 uur afgelopen zou zijn. En ik ben nog later gekomen omdat ik mijn auto op weg had. Dus ik dacht van iedereen zal er wel zijn, maar qaddar Allah wa shafa. Nou, hoe luidt de vraag? Ja, klopt, sorry. Het liep uit, zeg maar. Naar het gebed ging het verder. De vraag luidt, kan je door je daden ook je ouders meenemen naar het paradijs? Kan je door je daden ook je ouders meenemen naar het paradijs? Ja, nee, haar ouders zijn gelovig. In de overleveringen van de Shafa'a, waarin mensen voorspraak verrichten voor elkaar, wordt uitgelegd dat er verschillende vormen van voorspraak zijn. De voorspraak van de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, daarna de andere profeten, daarna de oprechten, de vrome moslims of gelovigen, daarna de algemene gelovigen. En dat ze bij Allah azza wa jalla zelfs zullen discussiëren en zeggen van die persoon is toch het half uur binnengekomen, terwijl deze persoon met ons was in de moskeeën, terwijl die met ons had gebeden, terwijl die met ons goede daden had verricht. Haal deze persoon uit het half uur. En dan zal Allah azza wa jalla zelfs deze persoon uit het half uur halen en hem zo het paradijs binnen laten treden. Dus als dat voor een gelovige is, dan inshallah kan een persoon ook dat voor zijn ouders doen, inshallah. Totdat er een groep zal overblijven die zo weinig iman in hun hart hebben, dat zelfs zij eruit worden gehaald. En zo gaat dat door en door en door. Elke keer zullen de malaïka iedereen eruit halen die dezelfde beschrijving heeft. Dus iemand met een mosterdzaadje aan iman, iemand met de helft daarvan, iemand met de iman ter grootte van een dirham, enzovoort. Zo barmhartig is Allah subhanahu wa ta'ala. Nou, zolang de tawhid aanwezig is. Dus ik heb het over de moslims. Dus zolang de tawhid aanwezig is. Nou. Subhanallah, de overlevering zag ik vandaag langskomen. En meestal kijk ik van, is deze authentiek verklaard of niet? Ik zag hem langskomen in de overlevering van imam Tirmidhi. Maar ik heb de authenticiteit niet opgezocht. Ik heb niet gekeken wat bijvoorbeeld Sheikh al-Albani rahmallahu over zei. Maar wat ik me nog kan herinneren is dat hij authentiek is. Maar ik kom daar inshallah bij de volgende lezing op terug. In die overlevering wordt gezegd dat wanneer iemand 3 keer Allah azza wa jalla het paradijs vraagt, dat dan het paradijs zal zeggen, oh Allah, laat mij hem binnentreden. En wanneer hij 3 keer zijn toevlucht zoekt tegen het hele vuur, dat het hele vuur dan zegt, oh Allah, weerhoud hem van mij. Maar nogmaals, als je mij daaraan herinnert bij de volgende lezing, dan weet ik zeker of die authentiek is of niet. Nou. Wajazak. Ik hou het inshallah hierbij. En inshallah gaan wij bij de volgende lezing, of het is vandaag dinsdag, morgen is er geen lezing. Op zaterdag, inshallah, is de volgende lezing weer na Salat al-Asr. Dus mogen Allah azza wa jal ons laten behoren tot de mensen van het paradijs. En die ook hetgeen wat ze hebben gehoord zullen ervaren, inshallah, daarin. En al hetgeen wat hem tevreden maakt en ons dichter bij het paradijs en zijn tevredenheid brengt voor ons vergemakkelijken. En ons weghouden van al hetgeen wat ons weghoudt van het paradijs of hem niet tevreden maakt. Subhanakallah wa hamdik.
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.